Als jij een hoger rendement wil halen dan met die ETF plus DCA methode waar we het in de vorige video over hadden, dan kun je natuurlijk ook zelf jouw eigen aandelen en jouw eigen crypto's gaan uitkiezen. Op die manier heb je natuurlijk veel meer keuzevrijheid. Je kunt zelf bepalen welke aandelen en welke crypto's je wilt, maar je kunt ook zelf bepalen wanneer je koopt en wanneer je weer verkoopt. Maar als het gaat om het analyseren van aandelen en crypto's, dan is er echt een zee aan informatie beschikbaar. Er is zoveel informatie dat heel veel mensen gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. Dus daarom heb ik een soort van framework bedacht, een methode, de Fufita-methode noem ik hem zelf, Fundamentele Financiële en Technische Analyse. En deze volledige methode deel ik met de mensen die in mijn programma Slim Beleggen zitten, maar ik wil ook jou de basis uitleggen van deze Fufita-methode, zodat je dat zelf kan toepassen. Ik ben Wiebe van Nesami en het is mijn missie geworden om ervoor te zorgen dat jij een financieel gezond leven kan leiden. Op Nesami.com/nl zie je hoe ik jou het beste kan helpen, onder andere met behulp van gratis masterclasses. Oké, okay, laten we snel doorgaan naar de video. Ik zie de Fouvita-methode een klein beetje als een omgekeerde piramide. Je begint bij die fundamentele analyse, daar kijk je of het aandeel of de crypto uiteindelijk überhaupt de moeite waard is. Dan ga je door naar de financiële analyse, hier bepaal je of het project duur is of dat het juist goedkoop is op dit moment. En bij de technische analyse, de laatste stap van de Fofita methode ga je bepalen wat het juiste instapmoment is door te kijken naar de grafiek van het aandeel of de crypto. En deze methode kun je gebruiken voor zowel aandelen als crypto. Bij aandelen is het stuk financiële analyse wel wat sterker. En meestal is bij crypto het stukje over technische analyse al sterker dan bij aandelen. En heel veel mensen denken dan: ja, ik kan dat toch allemaal niet, hè? Die fundamentele financiële en technische analyse. Maar ik weet zeker dat je het wel kan. Want zelf ben ik ook maar een vrij eenvoudige boerenzoon. Ik heb helemaal niks met wiskunde, niks met economie. Ik heb zelf talen gestudeerd, ik heb Spaans gestudeerd. Dus ik weet zeker dat jij het wel kan. Daarom gaan we in de volgende video meteen van start met de fundamentele analyse. Die video kun je hier aan de linkerkant van je scherm bekijken. Daar gaan we in op die fundamentele analyse om te kijken hoe jij aandelen en hoe jij crypto's op een fundamentele manier kan analyseren. Klik snel op de video en dan zie ik je snel. Tot zo!